Ik zet de muziek wat zachter, dames en heren, jongens en meisjes. Ja. Vrienden, maar vooral vriendinnen. De Moppenvrijdag in het programma In de Ochtend is hier. Ja, Jeroen Smits. Ja, dankjewel, grootvriend, voor deze geweldige aankondiging. Maar ik wil graag even jou en de kijkers meenemen naar iets wat mij gewoon is overkomen. Sorry, luisteraars. Ja, ik moet daar nog steeds aan wennen. Maar mijn excuus. Maar dus jij en de luisteraars neem ik graag even mee dat ik moest gisteren optreden in een bejaardenhuis. Ja. En dan, snap je? Zo'n bejaardenhuis. En ik had al niet echt. Ik zat er niet lekker in. Nee. Dus ik, weet je, maakte ook wel eens verkeerde grappen. Snap je? Ja, dat kan ook, hè? Ja, nee, dat gebeurde dus. Want ik werd aangekondigd door de directeur. Al die mensen die zaten daar op van die stoelen. En de directeur die kondigde me aan. En zei, dames en heren, geef me een groot applaus. Hier is die Jeroen Smits. En ik zeg... Hoe? Sorry? Hoe deden ze? Klappen. Ah ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dus heeft iedereen het naar zijn zin? En ik zei, ja, waarschijnlijk niet lang meer, weet je. Dus, maar dat was een beetje een nare grap. Nee, toch? Ja, dat was een beetje... Maar, dus ik werd eruit gegooid door die... Echt, ja, dat kan je niet maken, zegt die wegwezen hier. Wegwezen. Serieus? Ja, dus ik eruit. Maar mijn opa, want zo was ik bij dat bejaardenhuis terechtgekomen... die zit daar ook nog steeds. Ja. Man is inmiddels, geloof ik, 98 of zo. Ja. En dus ik dacht van, ja, dat vond ik toch wel een beetje vervelend. Ik wilde opa toch wel even gedag zeggen. Logisch. Dus ik via de achterkant weer terug omhoog. En opa die zit op de tweede etage, kamer 221. Ja. En ik zag hem zitten, hij zat voor zijn woning als het ware, op de galerij. Aan een tafel zat hij zo keihard met zijn handen op tafel te slaan. Oh? Ik zeg, opie, ik zeg, doe eens rustig, wat ben je nou aan het doen? Hij zegt, vriend, hij zegt, nou staat hij eindelijk. Hij zegt, nou slapen mijn handen. Ja, maar tot slot. Ik denk, weet je, dit is niet mijn dag. Ik moet hier weg, jongen. Ja, logisch. Toch, met opa heeft een bakkie gedaan. Ja. En ik loop weg en ik stap in de lift. En in plaats van naar beneden gaat hij omhoog, lift. Weet je, heb je toch wel eens dat je... Ja, verkeerde knopje. Ja, ja. En ineens gaat die deur open en ik sta echt midden op een feest. Ze hebben daar boven in dat verzorgingshuis hebben ze ook zo'n feestzaal. En er was een feest aan de gang, allemaal mutsjes op en weet je, van die toetertjes en dingen. Dus ik denk, nou ja, weet je, één wijntje kan mij het schelen. Dus ik ga daar staan en op een gegeven moment een polonaise, jongen, en doen. En een feest. Maar ik denk, waar is dit feest voor, toch? Dus ik kom op een gegeven moment een wat oudere baas tegen. Meneer, mag ik u vragen, waarvoor is dit feest? Ik zeg, ik ben heel eerlijk gewoon eigenlijk niet uitgenodigd. Ik zeg, maar waar is dit voor? Hij zegt, jongen, luister. Als ik ben vandaag 50 jaar getrouwd. Ik zeg, meneer, dat meen u niet. Ik zeg, van harte gefeliciteerd. Ik zeg, dat vind ik zo knap, zo mooi... dat je 50 jaar getrouwd bent. Oh, dat is toch een hele tijd. Hij zegt, het is hard werken. Het is hard werken, zegt hij. Ik zeg, ja, dat snap ik. Ik zeg, ik ben trouwambtenaar. Ik zeg, maar even één ding, even als mannen onder elkaar. Hoe is het nou met de seksualiteit? Ja. Als je 50 jaar getrouwd bent, ja, toch? Laten we heel eerlijk zijn. Goeie vraag, zeker. Ja, voor ons om te weten, toch? Hij zegt, vriend, maak je niet druk. Het is en het blijft sms. Ik zeg, het is SMS. En het blijft SMS. Ik zeg, je bedoelt met die berichten? Nee, man, zegt hij. Hij zegt, toen ik Mien, waarmee ik getrouwd ben... Hij zegt, een maand kende. Ja. Hij zegt, was het 's morgens, 's middags en 's avonds seks. SMS. Ja. Ik zeg, ja. Hij zegt, toen ik er 25 jaar geleden 25 jaar kende... Ja. Was het september, mei, september. Hij zegt, vandaag ben ik 50 jaar getrouwd. Is het soms met Sinterklaas? Mooi, toch mooi? Ja, toch? Ja, natuurlijk. Maar dat zijn er twee. En we doen er minimaal drie. Oh, nou ja, nee, is iedereen... Nee, niet lang meer. Ja, die was natuurlijk ook een klein grapje, maar ja... Nee, dat was gewoon een binnenkomertje. Dat was jouw foutje. Die nam ik ook serieus. Ik dacht, nou, ik zie jou dat ook maken, zo'n opmerking, hè? Al die mensen, hé, hij is er. Ja, voor jullie, maar misschien niet lang meer. Ja, dat zie ik jou doen. Dus die nam ik niet als mop. Die nam je niet als mop? Maar even de uitsmijter, kom op. Nou ja, uitsmijter, ik weet niet of die heel leuk is, maar dat ook waar gebeurt. Dus ik loop dat bejaardenhuis uit en ik...
Ik had ook gewoon... Ja, tuurlijk. Ja, lekker. Gewoon verder. Dus ik moet oversteken op parkeergarage aan de overkant. En ik sta daar te wachten totdat dat licht op groen springt. Komt er een blinde man aanlopen met zo'n geleidehond. Weet je? Zo, dus die hond die blaft 3 keer. Wat? Ik denk, wat gebeurt er hier nou? En die man die gaat staan. Dat was dus blijkbaar een teken van die hond dat stoplicht op of dat verkeerslicht op rood stond. Ja. En dus we staan op een gegeven moment met z'n drieën naast elkaar. Ik, die man, die hond, te wachten totdat dat licht op groen zit. En ik sta zo een beetje te kijken. Een mooie hond ook. Maar op een gegeven moment tilt die hond, die tilt zijn poot op. En die zeikt zo tegen die vent zijn broek aan. Nee, toch? Ja, serieus. Ja. Wat gebeurt hier nou? Doet die vent een greep in zijn zak, geeft hij die hond een cookie. Ik zeg, hey, luister. Ik zeg, dat had die hond bij mij moeten doen. Ik zou hem een schop voor zijn kop gegeven. Hij zei, ja, dat begrijp ik. Hij zei, ik moet toch even kijken waar zijn kop zit. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. De muziekstroom van je leven op Forever 49. Celebrating life. Dit zijn de hits van nu en gisteren. Forever 49.